Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van 8 januari. De gladheidsproblemen in het noorden die zijn voorbij. Maar er is nog wel bewolking aanwezig. Op de satellietfoto is dat goed te zien. En daar vallen ook nog wel een paar buitjes. Ook staat er nog een stevige wind, maar de wind die is aan het afnemen en die draait naar het zuiden tot zuidwesten en wordt matig tot vrij krachtig. Dan zijn er vandaag flinke zonnige perioden. En op die enkele bui in het noorden na blijft het verder ook droog. De temperatuur loopt op naar zo'n 5 tot 9 graden. Vanavond koelt het snel af. De temperatuur die daalt tot rond het vriespunt. In de nacht kan het zelfs licht gaan vriezen in een groot deel van Nederland en ook kan er mist ontstaan. Morgenochtend begint het dan ook op veel plaatsen grijs en bewolkt met lage temperaturen. Maar in de loop van de dag breekt de zon door. Het wordt dan smiddags zo'n 5 tot 8 graden bij een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit zuidelijke richtingen. In de nacht van zaterdag op zondag volgt er enige tijd regen, maar die regen trekt zondagochtend weg en dan is er af en toe zon, maar later op de dag wel weer een aantal buien. En volgende week wordt het weer wisselvallig met van tijd tot tijd buien en geleidelijk aan ook lagere temperaturen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.